Ja, wat is Verlem eigenlijk? Verlem is een systeem wat ik bedacht heb om woningen te bouwen die betaalbaar zijn, maar zeker ook duurzaam zijn en beantwoorden aan de ecologische vragen die heden ten dagen gesteld worden. Nou, de innovatie zit hem vooral in het feit dat wij alles integreren en werkelijk alles integreren. Bij een Verlem-woning kun je de panelen zodanig in elkaar klikken dat het eigenlijk een plug-and-play systeem is. Er komt dus geen elektricien meer aan te pas, geen loodgieter meer om de waterleiding aan te leggen of de verwarmingsinstallatie. Omdat we alles geïntegreerd hebben, betekent dat ook dat besturingssystemen zoals Domotica, slimme stopcontacten en dergelijke ook allemaal zijn geïntegreerd. Maar zelfs ook alle bevestigingsmaterialen. Dus een monteur heeft eigenlijk alles al op de werkplek aanwezig. Hij heeft alleen maar één tool nodig waarmee die hele woning in elkaar zit. We zitten nu in de fase van start-up naar scale-up. Daarvoor moeten we op gaan schalen. We gaan langzaam de ontwikkelingskant steeds meer loslaten en steeds meer opschalen. Gelukkig hebben we daarin SolidWorks, waarin we onze digitale data goed kunnen documenteren om die vervolgens door te zetten naar de nieuwe processen die we opgeschaald hebben. Wij kunnen namelijk het paneel al helemaal compleet hier engineeren dankzij SolidWorks. Daar kunnen we op de centimeter nauwkeurig, tot de millimeter nauwkeurig zelfs, kunnen we het engineeren. Maar dan kunnen we alles eigenlijk al hier uitdenken. Daar hebben we een architect en een aannemer op een veel minder traditionele manier nodig. Wij zochten naar een partner die state-of-the-art 3D software kon aanbieden om ons verder te helpen in hetgeen wat wij zochten voor onze productontwikkeling. Niet alleen 3D software is daarin belangrijk voor ons, maar ook simulatiesoftware. Nou, ik denk dat dat aardig goed werkt met een match met CADMES. Daar zij ook software modules kunnen aanbieden om een hele automatisering of een hele fabriek te gaan inrichten. En om daarmee al te gaan simuleren hoe daar processen moeten gaan lopen om optimum te willen bereiken daar. Dat was eigenlijk wel een droom waar we op dit moment mee gestart zijn om eraan te gaan werken om die in de toekomst werkelijkheid te gaan maken.